lieve Smurf, is dit bos altijd zo droog? Hoe kan dat toch? Ik weet het niet, Smurfin. Het is erg lang geleden dat ik hier was, maar ik wist niet meer dat het hier zo droog was, hoor. En we hebben nog steeds het bosvijverkruid niet gevonden. Vijverkruid? Iedere Smurf weet dat je dat kruid niet kan vinden als er geen vijvers zijn. Omdat vijverkruid alleen groeit op de bodem van vijvers. Ik vrees dat we de hele weg voor niks gesmurfd hebben. Oh, hier zou eens een buitje moeten vallen. Je wens wordt vervuld, Smurfin. We smurfen voor een schuilplaats. Oh jee, ik word helemaal nat. Hierin, hier is het droog. Mooi zo, Brilly. Oh, laat dat maar aan mij over, grote Smurf. Ik weet altijd hoe ik mijn hoofd droog moet. Grote Smurf, het water komt verder. Grote Smurfheid, als we niet vlug smurfen, zitten we echt zo onder water. Haast je, we moeten het hoger op smurfen. Een mooie kortere weg is dit, Pierenwiet. Ik hoop dat je weet hoe die loopt. Natuurlijk wel. Nou, welke weg? Links of rechts? Wat denk jij, Sikje? Nee. Sikje denkt verdwaald. En ik ook. Kijk, Johan. Een kasteel. Wat een geluk. Geluk? Ik zei je toch dat we niet verdwaald waren? Dat is vreemd. Geen soldaten, geen wachten, geen mensen. Geen brood, geen ham, geen worstjes, geen eten. Kom op, Pierenwiet. Er moet hier toch iemand wonen, joh? Er is geen twijfel mogelijk, Johan. Het is hier verlaten, absoluut. Helemaal verlaten. Johan, wat is dat voor geluid? Alleen maar een uil. Juist, alleen maar een uil. Johan, wat is dat? Alleen de wind die de deur dicht sloeg. Ga nou slapen, Pierenwiet. Juist, slapen maar. Johan, wat is dat? Ik weet het niet. Dat antwoord verwacht ik al. Maar we gaan kijken. Dat antwoord verwacht ik ook al. Wat een grote schaduw. Help. Kalm, Pierenwiet. Ja! Oh, Smurfen, wat een fijne verrassing, zeg. Johan, Pierenwiet, hallo. Hé, hey, de bui overviel jullie ook. Ja, we schuilen hier omdat we dachten dat het was verlaten. Klopt, grote Smurf. Behalve u, Johan en ik en de man die de klok luidt. De man die de klok luidt. Oh, Johan! Misschien is er dan toch nog wel iemand in dit kasteel? Blijf maar kalm en geen paniek. Ga je maar wat bij het vuur warmen, Smurfen. Pierenwiet en ik gaan wel in de klokkentoren kijken. Waarom altijd Pierenwiet en ik? Jij kunt ook niks zonder mij, hè? Nu zullen we eindelijk weten wie de geheimzinnige klokkenluider is. Vooruit, naar beneden. Johan, hij luidt vanzelf. Hij belde 12 keer. Het spookuur. Wat vind jij, Pierenwiet? Ik vind dat we buiten moeten slapen. Oh, daar zijn jullie. Ah, spook! Mama. Het spijt me dat ik jullie niet schrik, hè? Mama. Toe, ga niet weg. Ik doe toch geen kwaad? Johan, aan een geest ontkom je niet. Luister maar. Ik ben best aardig, hoor. Johan, hier... Rennen, Smurfen! De geest zit ons achterna. Zijn je nou geest? Jee, wat zijn jullie? Ah, een geest! En hij is bang voor ons. Hé, hey, wacht op mij. Brilly, wat ga je doen? Hem bang maken. Brilly, houd er onmiddellijk mee op. Oh, Brilly, alles in orde. Smurf, smurf, smurf. O jee, wat heb ik nu gedaan? Dat zei ik toch al? Ik schrok van jullie. U schrok van hen? Wat dacht u dat u ons aandeed, hè? Maar wie bent u toch? Aha, ik ben de geest van Albert de Beaufort. Eens woonde ik in dit prachtige kasteel. Wat prachtig? Dit hier? Ha, kom nou, dat meent u toch niet? Helaas, ja, het is zo. Als u wilt, zal ik het verhaal vertellen. Ja, vertel maar. En vooral spookverhalen. Dus was het mijn ongeluk om mij de vijandschap van Sarah de toverkolop de hals te halen. Ja, ik heb gehoord van haar. Ze was een gemene heks. Heel gemeen.
Ze sprak een vloek uit over de 7 bronnen die dit koninkrijk van water voorzagen. Geen water? Dus daarom is het op het land zo droog. Ja, en toen het maar droog bleef, verlieten al mijn onderdanen het land. Mijn voorouders gaven mij de schuld van de vloek. En beslisten dat ik hier als een spook moest zwerven, tot op de dag dat de bronnen weer zouden gaan vloeien. Oh, wat erg. Is er iets wat we kunnen doen? Helaas, nee. Zolang het arme land verstoken is van water, moet ik steeds door deze gangen dolen. Dolen, 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 dolen. Kijk, op zo'n moment biedt Johan meestal zijn hulp aan. Grote Smurf, is er geen manier om die arme geest te helpen? Alleen Sarah de Toverkool kan het water weer teruggeven. En zij is al meer dan 100 jaar dood nu. Maar misschien gaf ze haar toverkracht aan iemand anders. Dat is mogelijk. Ik weet een tovenaar hier dichtbij. Hij weet wel iets. Dit is vast het huis van de tovenaar. Maar als hij nou van het soort is dat mensen in padden verandert. Ach, kom dan mee, Pierenwiet. Geloof niet alles wat je smurft, Pierenwiet. Niet alle tovenaars zijn slecht. Juist, het doet ons vast niets. Wacht nou maar. Wat moet je, man? Smurf voor je leven! Ren, Johan, ren! Ik zweer je dat we padden worden! Johan! Johan, waar is hij? Die enge tovenaar veranderde hem vast in een... Oh, nee! Daar was ik al bang voor. Oh, arme Johan! 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 Zeg toch wat! We helpen je, hoe dan ook! Pierenwiet, wat doe je toch? Ah, Johan, je bent het! Is dit merkwaardige wezen een vriend van u? Hij lijkt wel gek! Volgens de tovenaar zit Sarah's toverkracht nu bij Rachel, de tovenares. Maar hij weet niet waar ze te vinden is. Zo, dat was het. En nu naar huis. Ik ken die Rachel en weet waar ze woont. Ze is me nog wat schuldig. Rachel, Rachel, ik ben het grote Smurf. Is er iemand thuis? Hallo! Ik smurf dat we binnen wachten. Want grote Smurf zegt altijd dat alle goede Smurfen naar hem toe komen die wachten en... Wij wachten allemaal binnen. Maar denk eraan, dit is het huis van een toverkol. Raakt dus niets aan. Ah, water. Hier zal ik fijn van opfrissen. Wat is er met Pierenwiet? Ik weet het niet. Hij gooide wat van het water in zijn gezicht. Oh nee, schaterwater. Goede Smurf. Wie is deze nar? Rachel, hij is mijn vriend Pierenwiet. Hij smurfde per ongeluk wat van je schaterwater. Zo deed hij dat. Ik zou hem daarvoor in olie kunnen koken. Bol! Olie! Oliebol! Die is goed! Oh, wees stil! Dus jullie willen het water terugbrengen naar de 7 bronnen? Ja, dat klopt. Dan heb je deze magische wiegelroede nodig, die eens toebehoorde aan Sarah, de tovenares. Oh, dank u. Maar breng hem wel terug. Ik zal er persoonlijk op letten, Rachel. Hoe weten we of dat ding werkt? Rachel smurft ons echt niet zomaar wat, Pierenwiet. Hij doet het, hij doet het. Moet je kijken, is net een magneet. Fantastisch, fantastisch. Hier is dus water. En nu dus als andere bronnen. Hé, hey, laat mij eens. Jippie! Hé, hey, dat is leuk. Oh, behalve wanneer de bron onder een boom zit. Het is waar. Het is werkelijk waar. De 7 bronnen zijn terug. Oh, dank je, dank je. Ik wou alleen dat jullie blauwe vriendjes hier waren, zodat ik ze ook kon bedanken. Die moesten de wiggelroede weer terugbrengen naar Rachel. En u kunt weer terug naar uw voorouders. Helaas, nog niet. Ik zal pas vrij zijn als de enige echte erfgenaam hier terug zal keren. En volgens mijn voorouders moet hij in 2 dagen aanspraak maken op het slot of alles is verloren. U moet veel nazaten hebben. Hoe kunnen we u helpen de echte erfgenaam te vinden?
Volg mij, ik laat het jullie zien. Ik vergeet steeds dat jullie deuren gebruiken. Dit is een afdruk van het Beaufort-zegel dat generaties lang is overgedragen van vader op zoon. Mijn echte erfgenaam bezit dit zegel. Mooi. Pieruwiet en ik gaan het morgen onderzoeken. Denk eraan, jullie hebben maar 2 dagen. Hoe eerder je de erfgenaam vindt, hoe eerder ik weer vrij zal zijn. Opstaan, boeren. Wat doen jullie aan mijn kasteel? Uw kasteel? Het behoort aan de geest van de boer. Oh, pardon. We dachten dat het verlaten was, heer. Niet meer. Ik, Guy de Beaufort, bezit het nu. Praat geen onzin, baas. Ik, Louis de Beaufort, ben hier van de rechtmatige erfgenaam. Miss, ik, Basil de Beaufort, heb recht op dit bezit. Het is mijn, jij zwijn. Ik zal jou leren mee een zwijn in mijn kasteel te noemen. Mijn kasteel. Mijn kasteel. Mijn kasteel. Heren toch, ik wil geen ruzie hier. Wie ben jij? Ik ben Charles de Beaufort. Welkom in mijn nederig huis. Jouw nederig huis? Hoeveel de Beaufort zijn er al niet? Moeilijk te zeggen als ze zo bewegen. Maar het wordt mij hier een beetje te druk. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Als u soms ook een Beaufort bent, bent u te laat. De anderen gingen al vechten zonder u. Oh, nee. Ik ben geen de Beaufort. Ik vertegenwoordig Jean de Beaufort. Hij is de erfgenaam van dit landgoed. Ja, wie niet? Maar mijn meester heeft het familiezegel. Familiezegel? Als dat zo is, dan is uw meester de echte erfgenaam. Hij heeft gelijk. Het zegel bewijst dat Jean de Beaufort de echte erfgenaam is. We kunnen net zo goed met onze soldaten vertrekken, tenzij... Tenzij wat? Tenzij we samen het zegel afpakken van Jean de Beaufort. Niks geen samenzwering, heren. En wie houdt ons dan tegen? Ik, Johan en mijn kameraad Pieruwiet. Oh, dacht je dat, snotaap? Naar de gevangenis met jullie twee. De Smurf, wat is het veranderd sinds ons vertrek? Wat smurfen al die mensen hier? En waar zijn Johan en Pieruwiet? Ik weet het niet, maar we zien het wel. Voorzichtig. We moeten hieruit zien te komen. Hé, Johan, die boeien zijn zo oud. Die kunnen we vastbreken. Oh nee, ze zijn toch nieuw. Nou, schrijf op dat het dringend is en zet je naam eronder. Nee, nooit. Hoe spel je dringend? Shh. Zeg gewoon dat het zeer belangrijk is. En onderstreep zeer. Mooi zo. Deze brief moet alleen bij Jean de Beaufort bezorgd worden. Ik bezorg die brief zelf en breng die Jean hierheen. Maar kijk wel of hij het Beaufort-zegel heeft. Ja, daarmee moeten we bewijzen dat ik, wij de echte de Beaufort-erfgenamen zijn. Johan, daar gilt iemand. Dat is Aldebert zeker weer. Doe nou, niet bang zijn. Ik ben je overgrootvader Aldebert. Misschien helpt hij ons. Aldebert! Aldebert, help! Aldebert! We zitten in de kerker. Dat zijn Johan en Pieruwiet. Hierheen, naar beneden. Die trap is wel steil, donker en naast. Aldebert, help ons! Het heeft geen zin, Pieruwiet. Hij hoort ons toch niet. Maar ik wil. Hou jouw koest voor ik je grote mond dicht snoer. Oh, nou. Iemand heeft ons tenminste gehoord. Grote Smurf. Oh, het is verschrikkelijk. Die gemene mensen hebben een val gesmurfd voor de echte erfgenaam van het kasteel. En als ze het koninklijk zegel te pakken krijgen, dan moeten we hier wegsmurfen. Aldebert. Kunt u ons uit deze boeien halen? Helaas, nee. Mijn handen gaan gewoon door alles wat hard is. Ik kan zelfs geen deur openen. Als u ons helpt de sleutel te zoeken, doen wij de rest. Oh, daarnet maakte ik die persoon met de sleutels ontzettend bang. Maar dat deed ik natuurlijk wel per ongeluk. Dat brengt me op een idee. Je liep te dromen, Basil. Ik heb je al gezegd dat geesten niet bestaan. En ik... Even lang heb ik op je
weg is nou. Ik help het je hopen. Hallo. Ah. Oh, ik heb in jaren niet zo'n plezier gehad. Nou komt hij er vast niet in. Spookjes. Ga toch weg. Geef ons de sleutels en we gaan weg. Hier, pak ze maar. Ga weg. Ga weg. Goed werk, Smurfen. Dank ons niet. Dank hem. Geen dank, hoor. Houd de Beaufort nu nog even bezig tot we het kasteel uit kunnen komen. Ochtend, ik moet weer gaan. Wat een tijd om te gaan. Morgen om middernacht moet ik de erfgenaam gevonden hebben. Als ik faal, zal ik hier voor altijd moeten ronddolen. Voor altijd. Grote Smurf, wat erg. We hebben nog maar één dag om die arme geest te helpen. Dan nu, snel aan de Smurf. Mijn mannen staan nu klaar. Vertrek dan nu meteen. Als die spooken je niet tegenhouden. We zullen gelijk zijn er meer. Wat hebben we hier? Ik ga jou pakken. Birgit. Tingelingelingelingeling. Tongelongelongelongelong. Dus jij. Hou jij niet van een grapje? Stop hen! Het zijn geen geesten, het is een truc! Je goede ideeën houden het nooit lang uit, Pieterwiet. Achter ze aan, daar zitten ze! Ze zitten vast! Johan, doe toch iets! Ik denk na, ik heb het, we springen! Bedenk iets anders! Geen tijd voor, kom op, Smurfen! Hé, hey, kijk, ze gaan er vandoor! Ah, het is gelukt! Rennen, Pierenwiet! Ze mogen niet ontsnappen! Zoals ik al zei, rennen! Ze moeten hier ergens zitten. Vooruit, verspreid je en zoek ze! Nu nog een paard. En daar zorg jij voor, Pierenwiet. Goed. Ik! Pierenwiet! Mooi werk, Pierenwiet. Oh, Pierenwiet, je was fantastisch! Ja, hè? Fantastisch! Barst, geen spoor van Johan en Pierenwiet. En waar is Beaufort? Ik ben er. Ik ben er. Niet jullie, hem. Wat gebeurt er met jou? En waar is je paard? Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede is, ik heb de gevangenen gevonden. Nou, waar zijn ze dan? Dat is het slechte nieuws. Zijn ze dan ontsnapt? Genoeg, ik moet bij Jean de Beaufort zijn voor Johan en Pierenwiet. Of alles is verloren. Ja, je hebt gelijk. Ga nu vlug. En sneed ze de weg af. Oh, dat arme paard is zo moe, grote Smurf. Ja, Smurfin, het is nog een lange weg naar het dorp van Jean de Beaufort. En ik rammel. Kom, Pierenwiet, we gaan verder lopen. Maar we moeten bij Jean de Beaufort zijn voor zijn gemene neven er komen. Ik heb toch zo'n honger, ik ruik van alles zoals wasjes. Pierenwiet, kom maar terug. Ik begrijp niet dat mijn bediende wil dat ik alleen kom en het zegel met me meebreng. Mijn beste neef Jean, er zijn verraders op pad. Bij ons ben je veiliger. Huh? Jij, schurk! Een verrader, grijp hem! Johan! Laat hem niet ontsnappen! Maar wie zijn dat dan? Johan en Pierenwiet, dat zijn nou die verraders die het op uw Beaufortzegel gemunt hebben. Dat is niet zo! Hij is de verrader! Pierenwiet spreekt de waarheid, Jean. Dat is een goeie. Blijf daar! En hieruit blijkt dat we vrienden zijn, heer. Het is het Beaufortzegel. Hoe kan dat nou? Dat zal ik u zeggen. Hopelijk houdt u van spookverhalen. Denk je dat het zal lukken, Johan? Dat moet wel, Jean. Anders zal uw geestige overgrootvader nooit rust hebben. Oeps. Ha. Waar is Beaufort? Hier ben ik! Niet jullie, Louis. Het is haast middernacht. Hij had al lang terug moeten zijn nu. Daar is hij! Weet je zeker dat het Louis is? Alleen hij ziet er zo uit. Omlaag met die brug. Je plan is uitstekend, Johan. Dat zijn al zijn plannen, Jean. Tijd om paniek te zaaien. Erop af. Kom op, Pierenwiet. Oeh, op het nippertje. Vlug, naar de klokkentoren. Naar de klokkentoren! Oeps, bedankt, Johan. Wat? Pak hem! Johan! Oh, daar gaat dan ons verrassingselement. Allee, pak ze! Rammen! En wat nu? Zoek naar de achterdeur.
Hij zit van buiten op slot. Blijf staan. Zo maak je een deur open. Eerwiet. Ik weet niet hoe, maar het lukte. Echt waar? Het is middernacht, joh. Opschieten dus. Zeg, weet je zeker dat die geest verschijnt? Zeker zijn we zeker. Kijk eens. Gelukkig dat jullie op tijd kwamen. En het is mogelijk dat deze jonge man ja, dus... dit is Jean de Beaufort. Uw directe afstammeling en echte erfgenaam. Eindelijk, het is echt te mooi om waar te zijn. Jean, mijn jongen. Alweer een deur? Breek hem open! Kunt u ons nog één keer helpen, Aldebert? Met alle genoegen, Johan. Kijk, het is alleen maar lucht. Hij kan je niks doen. Zo, nou is het 4-3. Dat had hij gedacht. Als we jou kwijt zijn, Jean de Beaufort, is het kasteel mooi van mij. Nee, nee, van mij. Dacht dat we partners waren. Daar hebben we het later wel over. Kom op, achter ze aan. Een goede, Johan. Wat? Kijk uit, Jean. Dat is er. Wat? Ik krijg je dat te pakken. Hij doet het. Hard te trekken. Oh, wow. Oh, gered door de bel. Dat had je gedacht. Die wilde zeker graag bij zijn vriendje zijn. Nou heb ik het Beaufort-zegel. De helft is van mij. Sorry, Smurfen. Ik geef dit terug aan de rechtmatige eigenaar. Het begint wel vol te worden in de gracht. Hé, hey, schuif eens even op. Ik was hier eerst. Wij zijn partners. Wie kan er zwemmen? Jean, jij bent nu de nieuwe heer van het kasteel Beaufort. Gelukkig ben ik nu eindelijk vrij. Dank je, mijn vrienden. Ik ga vaarwel. Vaarwel, heer Geest. Hij leek zo gelukkig. Wat ben je van plan te doen met je gemene neef, Jean? Ik geloof dat Pierrewiet al een oplossing voor ze gevonden heeft. Ik wil dit huis zo schoon, want dat is jullie loon. Schoot de vloer met ijver, waar zijn jullie toch naar? Ja, het is goed, het is goed. Maar hou alsjeblieft op met zingen. De kerk is beter dan dit.